Angelica van den Brink, 20 jaar oud en ik rij op deze DAF XF bij het bedrijf Ruutransport. Ik kom uit Waddinxveen en ik rij zeecontainers. Zullen we anders even een ander opzetten? Ik rijd dus zeecontainers, maar ik rijd ook wel eens met een kassenteler. En met die kassenteler dan ga ik dan naar de Jumbo in Nieuwegein of naar Albert Heijn Os om Mogu Mogu te lossen. En dat gebeurt dan vanaf Beverwijk naar Os of Nieuwegein. En met de zeecontainers haal ik ze uit of in Rotterdam of in Amsterdam. En dan breng ik ze naar overal in het land of alles in het buitenland. Ik ben zelf de hele week van huis. Dus dan ga ik op maandagochtend weg en dan kom ik op vrijdagavond thuis. Ik vind zelf dat ik best wel leuk werk heb. Want het is eigenlijk best wel divers. Want de ene keer heb ik korte afstanden met een zeecontainer en de andere keer niet. En je komt eigenlijk wel overal en ergens. Want het is niet dat je altijd dus op dezelfde plekken komt. Maar dan kom ik ook wel eens in het buitenland of gewoon in Nederland. Ik ben hiervoor dat ik vrachtwagenchauffeur ben, ben ik een aantal jaar vrachtwagenmonteur geweest. En daar ben ik 1,5 jaar geleden mee gestopt toen ben ik de auto opgegaan. Het is zelf, vind ik persoonlijk, dat dit wel een vak is voor mannen en vrouwen. Want je ziet tegenwoordig wel veel meer vrouwen in de transport. Maar ik ken het zelf persoonlijk wat beter vinden dan met mannen dan met vrouwen. Hoe het met de liefde gaat? Dat gaat je niks aan. Ik vind dat ik zelf het allerleukste vak heb, omdat het heel divers is.